Norbert, welkom. Hoe voelt het om hier te zijn? Ja, het voelt goed om hier te zijn. Ik ben zeker blij dat ik hier ben, ja. Ja, vorig jaar seizoen had je niet het meest gelukkige seizoen dat je had. Is het dan weer een mooie kans voor jezelf om je te bewijzen? Nou, het is sowieso een hele bewuste keuze inderdaad voor speeltijd om naar Top Os te gaan. Natuurlijk was het voor mij vorig seizoen in eerste instantie een heel goed seizoen. Na een lange tijd word je voor eerst keeper bij NEC. Nou, uiteindelijk 22 wedstrijden gespeeld. Natuurlijk had ik het hele seizoen willen spelen. Maar na zo'n blessure zo terugkomen ben ik daar ook gewoon trots op. En daarom is dit in mijn ogen ook een logische vervolgstap. Om, wat ik net al zei, bewust speelminuten te kiezen. En daar is hier is veel vertrouwen in me. Dat voelt goed. Het gevoel vanuit de club naar mij is heel goed, heel positief. En dat bevalt heel erg goed tot nu toe. Wat zijn jouw kwaliteiten als doelman? Mijn kwaliteiten zijn denk ik dat ik leiding kan geven aan mijn team, aan mijn verdediging. Dat ik vaak een voetballende oplossing probeer te zoeken indien mogelijk. Maar bovenal natuurlijk ballen tegenhouden. Wat zou jij voor de club en voor de spelers willen betekenen dit seizoen? Nou ja, wat ik net al een beetje zei, een stukje leiding. Je ziet al vandaag ook tijdens de training gelijk dat er heel veel aandacht wordt besteed aan coaching. Dat het ook vanuit de trainer verwacht wordt. Nou, dat ligt mij. Daar steek ik altijd heel veel energie in om de verdediging neer te zetten. En ik probeer ook om dit seizoen met de verdedigers dan ook een goede organisatie neer te zetten. Dat als het even iets minder loopt, dat we daarop kunnen terugvallen. Maar ook zeker aandacht besteden aan het positiespel en de aanvallende opzet. Ik heb veel positieve berichten gehoord sinds jouw komst. Dat moet voor jou ook een mooie binnenkomer zijn. Ja, je merkt dat er hier heel erg positief op gereageerd wordt. Zowel vanuit de club als vanuit de staf. En ook daar rondom. Ja, dat voelt allemaal goed. En daarom zeg ik ook, het is echt een goed gevoel om hier te zijn. Maar eigenlijk werd mijn keuze al gelijk op de eerste dag bevestigd toen ik hier binnenkwam. En tot nu toe is het de tweede training. En het valt heel erg goed met de keeperstrainer Ronnie ook heel erg goed. Ronnie Buitenkamp. Ja, dat was gelijk een klik bij het eerste gesprek. En dat is voor mij heel veel waard. Ja, mooi om te horen. Was het voor jou dan ook een extra makkelijke keuze? Nou, je kijkt natuurlijk in eerste instantie van wat valt er te kiezen. Welke keuzes heb je? En uiteindelijk wat ik zei, voor mij was het gevoel heel belangrijk. En dat was eigenlijk vanaf het eerste gesprek hier gelijk raak. Dus dat maakt de keuze zeker makkelijker dan dat je natuurlijk geen goed gevoel zou hebben. En wat ik zeg, het is gewoon ook fijn dat de eerste dag ook bevestigd wordt. Dat er positiviteit om is. En ik ben ook heel erg positief dat ik hier ben. Ja. Dankjewel, veel succes aankomend seizoen. Alsjeblieft, dankjewel.